Nou, er zijn heel veel, door de jaren heen, veel definities van islamofobie verzonnen. Je hebt aan de ene kant de mensen die ontkennen dat islamofobie überhaupt bestaat. Dat even terzijde. Daarnaast is er een heel gesprek geweest over of het beter is om moslimhaat te gebruiken. Maar inmiddels is er een enorme literatuur over islamofobie vanuit de sociale wetenschap met veel belangrijke theorie die islamofobie ook koppelt aan racisme, aan kolonialisme, aan intersectionaliteit en allerlei belangrijke kritische concepten. Dus daarom hebben wij ervoor gekozen om aan dat begrip vast te houden. Bovendien is voor ons als meldpunt, we zijn in 2015 begonnen, is het belangrijkste wat islamofobie doet. Dus wat zien wij on the ground, wat zien we gebeuren met de moslimgemeenschap? En de definitie, de losse definitie die wij daarbij gebruiken, is discriminatie en uitsluiting op basis van dat iemand als moslim gezien wordt. Want als je bijvoorbeeld herinnert, in 2001, na 9-11, waren er bijvoorbeeld ook heel veel Sikhs die vaak een turban dragen, die aangevallen werden in Amerika omdat ze voor moslim aangezien werden. En dat zie je hier in Nederland soms ook terug, dat een bruine huidskleur of iets dergelijks genoeg is om als zodanig te worden aangezien. Ik wil even een hele korte achtergrond. Martijn de Koning is een belangrijke onderzoeker in Nederland die zich bezighoudt met islamofobie vanuit het theoretisch perspectief. En hij beschrijft discriminatie tegen moslims als racialisering, omdat sommige mensen beweren, islamofobie is geen racisme, want het gaat om religie. En hij haalt daarbij het hiërarchisch denken aan wat achter islamofobie ligt. Er is een verschuiving geweest waar veel van jullie waarschijnlijk bekend mee zijn. Van de 18e, 19e eeuw, biologische ideeën van ras, die ook natuurlijk verzonnen zijn, sociaal geconstrueerd. Vooral rond de eeuwwisseling, de jaren 90 in Nederland, steeds sterker zijn veranderd in racisme of hiërarchisch denken over verschil op basis van cultuur en religie. Eerst ging het over de Turken, de Marokkanen, et cetera. En sinds 2000 zien we een verschuiving naar dat de islam is het probleem, moslims zijn het probleem. Deze ideeën zijn onder andere gebaseerd op de theorieën van Edward Said, een Palestijnse christen die het boek Orientalisme heeft geschreven over hoe het vakgebied van Orientalisme, van de studie van het Midden-Oosten, als onderbouwing diende voor allerlei koloniale projecten. En diezelfde hiërarchie zie je terug in het denken over de islam, waarbij de islam als antimodern, barbaars, vrouwonvriendelijk, gewelddadig en dan wij als het spiegelbeeld daarvan, modern, vrouwvriendelijk, geëmancipeerd, pro-LHBTI. Dus een islam als het tegenovergestelde van dat alles. Dus wij zien islamofobie als een vorm van racisme, van racialisering. Even het linkje met Palestina in het boek, wat net in het Nederlands is uitgekomen van Rashid Khalidi, The 100 Year War on Palestine. Ik wilde even wijzen op, vanaf ongeveer het midden van het citaat. Dat is een citaat van Herzl, een van de vroege ideologen van het Zionisme. Ik lees hem even in het Engels, want simultaan vertalen wordt te lastig. The Jewish state, Herzl wrote, would form a part of a wall of defense for Europe in Asia, an outpost of civilization against barbarism. This was similar to the language used in the conquest of the North American frontier, which ended in the 19th century with the eradication or subjugation of the continent's entire native population. As in North America, the colonization of Palestine, like that of South Africa, Australia, Algeria, and parts of East Africa, was meant to yield a white European settler colony. En dat idee van het Zionisme of Israël als een outpost of civilization against barbarism. Dat diezelfde framing van de Palestijnen zie je natuurlijk nu nog terug in de huidige Zionistische ideologie en war rhetoric. Maar ook in de manier waarop moslims in heel veel West-Europese Europese en Amerikaanse contexten worden geconstrueerd als een gevaar, als inherent agressief, et cetera. Er wordt daar ook Oost-Afrika genoemd. Afrika is vaak afwezig in analyses van de War on Terror, terwijl Afrika vooral bezuiden van de Sahara heel belangrijk is in hoe de War on Terror in materiële zin wordt gevoerd.
En is gevoerd, maar ook in de historie van de islamofobie en van de framing van islam als een gevaar. Ik heb toevallig mijn masterscriptie geschreven over Mohammed Abdel Hassan. Mohammed Abdel Hassan was een Somalische verzetstrijder die in de Engelse pers de Maat Mullah werd genoemd. En daar zie je ook alweer een connectie tussen kolonialisme in India en kolonialisme in Oost-Afrika. Want mullah kwam, dat was een woord voor een islamitische geleerde in de Indiase context. En die werd zo direct toegepast op het kolonialisme in Somalië. Hij wordt ook wel een dervish genoemd. En wat ik interessant vind aan deze figuur in deze context is dat... al het onderzoek wat in de 19e eeuw begon over islamitische bewegingen, voornamelijk in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, was heel erg vanuit een veiligheidsdenken, vanuit het bestrijden van antikoloniale strijd in islamitische landen. En hier zie je in de New York Post, een huidige rechtse journal, dat er nog steeds een vergelijking wordt getrokken tussen die Somalische strijder uit het begin van de 20e eeuw en in dit geval de leider van IS in Irak. En dat er dus een soort continuïteit is tussen die framing van de moslim als vijandig, als gewelddadig in de huidige tijd. Nou, even heel kort over meldislamofobie. Nou, wij zijn begonnen als burgerinitiatief in 2015. Dat was vlak na de aanval op Charlie Hebdo, het tijdschrift in Parijs. Dat kantoor daarvan door twee mannen die zich sympathiek waren met Al-Qaeda. En wat wij toen in onze vriendenkring observeerden in Nederland was dat er een soort van collectieve bestraffing zich voltrok, waarbij er heel veel aanvallen waren op vrouwen, vooral vrouwen die een hoofddoek dragen op straat, verbaal, maar ook fysiek. En niks daarvan kwam in het nieuws. Dus in het nieuws hoorde je voornamelijk over de moslim als potentieel gevaar, potentiële terrorist, maar niet moslims als slachtoffers van racisme en geweld in Nederland. En we zagen dat er in andere landen wel organisaties waren die zich daarmee bezighielden in Engeland, Amerika, Frankrijk. In Frankrijk is die organisatie, onze zusterorganisatie, inmiddels verboden. In Nederland was dit niet zichtbaar in het nieuws en werd het ook niet gedocumenteerd. En in een technocratische staat zoals die van ons, als iets niet zichtbaar is, als iets niet in cijfers weergegeven kan worden, dan bestaat het eigenlijk niet. En dat wilden wij veranderen. Dus we begonnen met meldingen opnemen. Nou, die begonnen meteen binnen te stromen het moment dat we starten. Hier zijn een aantal graphs of plaatjes die zijn afgeleid uit ons eerste rapport uit 2015. Daar bleek onder andere uit aan het eind van 2015, toen we onze meldingen gingen verzamelen en analyseren, toen bleek daaruit dat 90% van de slachtoffers die bij ons melden vrouwen zijn. Ook voornamelijk vrouwen die zichtbaar moslim zijn. Heel vaak waren er ook kinderen bij als ze op straat werden uitgescholden of aangevallen. Dus daarmee begonnen we ook te praten over de manier waarop islamofobie gendered is. En dat vrouwen in islamofobie anders ervaren dan mannen. Bij vrouwen is er vaak geweld, schelden, et cetera, komt eraan te pas. Bij etnisch profileren en het profileren van terrorisme, het eindigen op terrorisme-lijsten of terrorisme-monitoring, dat gebeurt vaker met mannen. Dus dat was een belangrijke bevinding voor ons. En hier in dat kleine grafiekje zie je ook, dat geeft het hele jaar 2015 weer. Begin 2015 zie je een enorme piek na Charlie Hebdo. En dan tegen het eind van het jaar in 2015 kwamen er heel veel Syriërs naar Nederland en waren er veel protesten rondom asielzoekerscentra. Dus toen zag je ook weer langzaam dat het omhoog ging en er werden varkenskoppen bij asielzoekerscentrums geplaatst en dat soort dingen. Dit is trouwens even voor de politieke context onder Rutte 2, met het PvdA-VVD aan de macht. En daarna had je een aanval op het vliegveld in Brussel, ook door iemand met een Noord-Afrikaanse achtergrond. En dan zag je opnieuw weer die collectieve soort van wraak, waarbij er dus opeens weer veel meer meldingen binnenkwamen. Nou, we zijn nog altijd een vrijwilligersinitiatief. We hebben beperkte middelen om dit soort dingen. We hebben geen nationale dekking. Dus wat wij zien is echt het topje van de ijsberg. En we hebben nu gelukkig in deze periode zien mensen het belang daarvan. Dus we hebben heel veel nieuwe vrijwilligers en allemaal nieuwe taskforces aan het creëren op dit moment. En een nieuwe bestuursuitbreiding. En we hopen dus dat we dan het beeld nog veel meer kunnen verbreden.
Nou, hier zijn wat heel belangrijk werd voor ons al heel snel, is om niet alleen maar een meldpunt te zijn. Maar ik ben antropoloog, mijn medeoprichter Ibtissam is socioloog. Dus wij doen zelf ook onderzoek en we wilden... Ik heb ook onderzoek gedaan naar het koloniale verleden. Dus we wilden heel graag die data niet presenteren als alleen maar incidenten die niet staan voor een breder patroon. Want dat is hoe de media het vaak weergeeft. Maar als een effect op straat, een effect in het alledaagse leven van institutionele islamofobie. Ik denk dat jij daar straks ook misschien meer over gaat vertellen. Maar hier staan een aantal voorbeelden. Ik denk, je moet even vooruit nog eentje. Ja. Ik ga ze niet allemaal oplezen, maar dit is allemaal beleid sinds de jaren 90, waarbij moslims zijn geframed als een veiligheidsprobleem. En dat begon eigenlijk steeds meer vorm te krijgen in het Nederlandse beleid sinds 9-11 en de moord op Van Gogh. Wat recentelijk nog in het nieuws, spionage in moskeeën, minister van Binnenlandse Zaken die excuses moest aanbieden, et cetera, et cetera. Even kijken. Nou, op onze website en op onze Facebook-site kun je ook meer informatie hierover vinden en voorbeelden. We hebben 3 rapporten gepubliceerd in 2015, 2019, 2017 en 2019. Daarin kun je ook allerlei voorbeelden vinden. Nou wil ik in de laatste 5 minuten even heel snel de link leggen met de huidige situatie. Dus vanaf 7 oktober namen we weer waar dat er een enorme toename is in islamofobe meldingen. Maar deze keer hebben we ook echt expliciet omarmd dat dat intersectionele element van islamofobie. Dat anti-Arabische racisme, anti-Palestijnse racisme, censuur van pro-Palestijnse geluiden. Daar is een samenhang met islamofobie. En om het apart te analyseren alsof het niks met elkaar te maken heeft, heeft geen zin. Dus we zijn ook meldingen gaan opnemen van censuur op universiteiten. Mensen die worden ontslagen omdat ze pro-Palestijnse ideeën hebben. Mensen die op hun vingers worden getikt, gedisciplineerd door leidinggevenden, et cetera. En wat we al heel snel merkten, er is een wil vanuit de media om daarover te schrijven. We werden constant gecontacteerd door journalisten. Maar dan is het vaak zo van, kijk, hier heb je antisemitisme en hier heb je islamofobie. Zonder enige aandacht voor de machtsverhoudingen, zowel in Nederland, waar op dit moment institutionele islamofobie een groter probleem is dan institutioneel antisemitisme. Ondanks dat antisemitisme natuurlijk wel bestaat en ook bestreden moet worden, daar geen twijfel over. Maar die machtsbalans, ook met de steun van Nederland voor Israël en daarmee impliciet de steun voor racistische denkbeelden naar Palestijnen toe, genocidale denkbeelden, dat heeft een effect op hoe moslims hier benaderd worden en dat zie je heel duidelijk. Wil ik graag 3 voorbeelden geven. 1 uit beleid, 1 uit de media en 1 van de straat. En dan, dat is dan de afronding ook van mijn verhaal. Even kijken, ik weet niet of je deze kan vinden. De Hamas-motie, 12 oktober. Ja, op dezelfde dag zijn er 2 moties ingediend in de Tweede Kamer. 1 om het recht van Israël op zelfverdediging te ondersteunen. Beide moties zijn met een grote meerderheid aangenomen van links tot rechts. Dus hier zie je ook, dit is niet alleen een extreemrechts probleem. Die profilering van moslims en steun aan Israël is natuurlijk gewoon rechts tot links wordt dat ondersteund. Nou, in deze motie, dat was een motie om op te roepen tot het monitoren van steun voor Hamas in Nederland. En dat is gebaseerd op een rapport van het NCTV, de Nederlandse coördinator terrorismebestrijding, uit 2021. Dus die is heel oud. En er staat in dat er nog steeds draagvlak is voor jihadisme in Nederland. Nou, jihadisme, hele vage term, die ook op IS-strijders is toegepast. Maar nu ook gewoon, hier in de tweede paragraaf, gewoon op de hele pro-Palestina-beweging wordt toegepast. Dus er is draagvlak voor racisme. Als er weer conflict ontstaat in Israël-Palestina, dan is er een grote kans dat er vanuit de pro-Palestina-beweging aanvallen komen op Joodse doelen. Dus het is volledig gebaseerd op veronderstellingen, op oude informatie. In de meest recente NCTV-rapport staat bovendien dat jihadisme enorm afneemt in Nederland de afgelopen jaren. Dus dit is gewoon stemmingmakerij, symboolpolitiek op een moment dat moslims
al hè, de misstappen, de schandalen, de mensenrechten schendingen die zijn voortgekomen uit het antiradicaliseringsbeleid, die komen steeds opnieuw in het nieuws. Mannen worden opgepakt, komen terecht op Interpol-lijsten, hè, op terrorisme-lijsten, worden opgepakt in Spanje. Nou, dat is allemaal nog helemaal niet gerectificeerd, niet rechtgetrokken. En toch gaan we weer verder moslims monitoren, surveilleren, et cetera, et cetera. Hier een voorbeeld uit, uit de melding. Een Palestijns kind op een school in Amsterdam, die volgens zijn juf de Hitlergroet uitbracht. Dat is een jongen van 9 jaar die niet weet wat de Hitlergroet betekent. Of wat de consequenties daarvan zijn, de historische context. Dus een Palestijns jongetje van 10 jaar. Dit is een melding die bij ons is gedaan. En die is in het bijzijn van zijn klasgenoten is die gestraft, de klas uitgestuurd, de volgende dag... is dat besproken met alle andere kinderen daarbij, zonder dat de ouders van die jongen daarbij betrokken zijn. En nou ja, daarnaast zie je een bericht van het NOS, waarbij de uitwisseling van gijzelaars wordt besproken. En aan de ene kant, de groep zou uit 13 vrouwen en kinderen bestaan. Dat gaat over Israëlische gijzelaars. En dan daaronder, over Palestijnen, 24 vrouwen en 15 tienerjongens. Dus... er is uitgebreid onderzoek gedaan op One World. Is een geweldig artikel te vinden over hoe de Nederlandse mainstream media verschillende woorden en terminologie gebruikt. Waarbij onder andere in dit voorbeeld Palestijnse kinderen nu al als soort van potentiële volwassenen worden afgeschilderd. En nou, ik vond dit een duidelijke koppeling met die casus in Amsterdam. Omdat je daar dus ziet dat kinderen, een Palestijns kind, als een soort potentiële natie wordt behandeld. En daardoor anders wordt behandeld dan andere kinderen. Laatste voorbeeld. Dit was dus één uit beleid, die motie. Deze is uit de media met een koppeling naar meldingen. En dan wilde ik nog even deze laten zien. Dit is een man... alle meldingen die wij binnenkrijgen zijn van moslims tot nu toe. En daarin zie je denk ik ook dat moslims een grotere kans lopen om te worden geviseerd als ze pro-Palestijnse uitingen doen, moslims en mensen van kleur. Die ernstige meldingen van ontslag die we binnenkrijgen, dat zijn eigenlijk allemaal moslims. Soms zichtbaar moslims, soms niet. Nou, deze man werkte als verpleegkundige in een gevangenis. Hij werkt voor het ministerie van Justitie. En hij heeft een gesprek gehad tijdens de pauze met een aantal collega's over Palestina die hem vroegen, wil je iets sturen? Wil je iets met ons delen hierover? We zijn geïnteresseerd. Dus die man heeft een keer in de pauze een filmpje over het zionisme gestuurd. Zitten geen racistische uitingen in, gewoon puur kritiek op de Israëlische staat. En de volgende dag kwam hij op werk en kon hij niet naar binnen. Dus zijn pasje werkte gewoon niet meer. Het is gewoon letterlijk buitengesloten. En toen mocht hij op gesprek bij de directeur en op staande voet ontslagen. En tot nu toe geen excuses aangeboden of wat dan ook. En hier zie je opnieuw dat door de NOS dus meldingen van antisemitisme en islamofobie worden naast elkaar gepubliceerd zonder analyse van die machtsverhoudingen. En dan zie je dus in dit stuk dat er zijn een aantal meldingen via het CIDI binnengekomen. Nou, het CIDI is ook expliciet pro-Israël. En dat zijn meldingen van mensen die zich ongemakkelijk voelen op werk omdat ze collega's hebben die tegen Israël zijn. En de meldingen vanuit moslims en mensen van kleur die pro-Palestina zijn, gaan over ontslag en disciplinering door leidinggevende, et cetera. Dus dat is echt van een hele andere orde. Nou, wat wij willen als meldislamofobie en waar we ook zoveel mogelijk, een punt waar we zoveel mogelijk op willen samenwerken met anderen. Solidariteit nodig hebben, is die paradigmaverschuiving in het veiligheidsbeleid rondom moslims. Waarbij risicofactoren of risicoprofilering gebaseerd op etnische en religieuze factoren, daar willen we van af. En die soort risicoprofilering zie je in alle lagen van de overheid. De samenwerking op één incident, zoals bijvoorbeeld het boerkaverbod een aantal jaar geleden. Toen kwamen er ook mensen van bijeen en internationale socialisten naar onze protesten. Maar wat wij willen is eigenlijk een beweging tegen dat veiligheidsbeleid rondom moslims als geheel. En niet alleen maar in één, in specifieke casussen of incidenten. Oké, dank jullie wel.
dank je voor een heel helder verhaal. Mijn naam is Ewout. Ik ben actief bij de Internationale Socialisten en de afgelopen 10 jaar ook erg actief geweest in de antiracismebeweging. Op het moment bijvoorbeeld bij het platform Stop Racisme. Ik wil het wat meer gaan hebben over extreem rechts. En Wilders, de verkiezingsoverwinning van Wilders. Dat doe ik niet omdat ik denk dat alles, het probleem van racisme en vluchtelingenhaat zich beperkt tot extreemrechts of Wilders. Maar wel omdat ik denk dat extreemrechts functioneert als een stormram waarmee racisme, haat tegen onderdrukte groepen genormaliseerd wordt. En dus dat ook als we een strijd organiseren tegen extreemrechts, we tegelijkertijd ook een strijd voeren tegen de normalisering van racisme en discriminatie. Het lijkt erop alsof we richting een Wilders 1 gaan. We worden al een beetje gerustgesteld dat de meer vergaande vormen van racisme in de ijskast gezet gaan worden. Op die manier worden we een beetje voorbereid. Ik denk het punt heel terecht is van net als je iets in de ijskast zet, dan haal je het later weer tevoorschijn. Dus dat is iets wat we nog steeds mee geconfronteerd zullen worden. En tegelijkertijd betekent een Wilders kabinet natuurlijk een gigantische normalisering van alles waar die voor staat. Ik wil kort ingaan op soort van de directe achtergronden van de verkiezingsoverwinning van Wilders. Een beetje uitzoomen daarna van wat zit daar op de achtergrond, wat zijn daar drijvende krachten in, om aan het eind kort iets te zeggen over van, nou, hoe ziet ons antwoord daarop uit. Om te beginnen met het eerste, de directe aanleidingen. Ik denk dat er een aantal zijn te noemen. Ik denk een heel belangrijke rol heeft de opstelling van de VVD gespeeld. Als het gaat over het opblazen van het laatste kabinet Rutte op het punt van migratie. De andere partijen in dat kabinet waren bereid heel veel concessies te doen op het punt van het steeds verder de rechten afpakken van vluchtelingen. Maar op een gegeven moment was het voor hen genoeg. Maar wat de VVD daarmee wilde doen is aan de ene kant de verkiezingscampagne bepalen tot het punt van vluchtelingen. En daarmee ook af te stevenen op een kabinet met extreemrechts, waarmee de VVD denkt veel meer hun eigen beleid te kunnen doorduwen. En dat werd ook nog eens daarna duidelijk met op het moment dat Jessicus ook in tegenstelling tot Rutte in 2017 ook een regering met de PVV niet langer uitsloot. Waardoor natuurlijk voor heel veel van de PVV-stemmers eindelijk het punt in zicht kwam van, nou, we kunnen iemand kiezen die ook daadwerkelijk onderdeel wordt van een regering. Dus dat gaf heel veel van de achterban van Wilders veel zelfvertrouwen om ook te gaan stemmen. Een andere belangrijke rol in de verkiezingsoverwinning van Wilders is gespeeld, is die van de gevestigde media. Ik denk dat we dat ook allemaal ook wel gezien hebben. Het gemak waarmee werd gesteld dat Wilders gematigd zou zijn, Wilders milder zou zijn. En vervolgens als je kijkt in zijn verkiezingsprogramma of dat waar hij nog steeds opriep tot een verbod op Korans, moskeeën, islamitische scholen. Hij heeft nog steeds geen excuses aangeboden voor een oproep tot etnische zuivering van Marokkanen. Dus op al dat soort terreinen was het gewoon duidelijk van dit is niet een mildere versie. En Wilders zelf had daar ook niet echt illusies over. Als hij daarna gevraagd werd, zei hij van de moslimhaat, dat zit nog steeds in ons DNA. We leggen nu misschien de nadruk iets anders. Maar dat is niet iets wat verdwenen is. Een derde belangrijke reden achter de overwinning van Wilders is denk ik ook de mate waarin delen van zijn programma zijn overgenomen door andere partijen. Dat zie je misschien het duidelijkst als het gaat over het vluchtelingenbeleid, waarin Wilders al decennia zegt van de grenzen moeten dicht, waar steeds meer partijen dat hebben overgenomen. Omtzigt, die bijvoorbeeld die zegt een soort van middenpartij te vormen met zijn partij en ook staat voor het beschermen van de rechtsstaat, doet in zijn eigen verkiezingsprogramma ook verschillende voorstellen die erop gericht zijn om vluchtelingen toegang tot Nederland te ontzeggen. Bijvoorbeeld door de invoer van een twee-statenstelsel, waardoor vluchtelingen die vluchten voor oorlog op een gegeven moment weer, als die oorlog voorbij is, weer gedeporteerd kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld nu iets wat wordt gezegd over Syrië, waar de Syrische burgeroorlog
De revolutie heeft beëindigd, Assad nog steeds aan de macht is. Maar voor extreemrechts een reden is om te zeggen, Syrische vluchtelingen in Nederland die kunnen nu weer terug naar Nederland. Dus dat soort punten laten zien van dat de ideeën van Wilders nog nooit zoveel gedeeld zijn, ook door andere partijen. Een vierde reden is denk ik ook wat we zien, een verschuiving op extreemrechts. We hadden 4 jaar geleden de verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie. Forum voor Democratie was een partij die probeerde verder te gaan dan waar Wilders gebleven was. Ze probeerden een partij op te bouwen. Het ging niet alleen over moslimhaat, maar de FVD probeerde ook antisemitisme te normaliseren, terug te gaan naar een soort van biologisch racisme. Maar dat was voor een groot gedeelte van de achterban van Baudet, ging dat een stap te ver. Die partij is helemaal uit elkaar geëxplodeerd. Maar dat zorgde er wel voor dat die kiezers weer op zoek gingen ook naar een ander rechtsproject wat geloofwaardiger zou zijn. En dat was in dit geval dat van Wilders. Ik denk dat dit zijn een beetje de drijvende krachten van de afgelopen maanden. Ik denk dat we hier allemaal wel ervaring van hebben gehad. We hebben dit zien gebeuren voor onze ogen, dit proces. Maar ik denk dat het belangrijk is om het daar ook niet bij te houden. Ik denk dat het ook goed is om uit te zoomen en te kijken van wat speelt er op de achtergrond dat dit mogelijk maakt. Want als je zegt van dit zijn nu de redenen, dan zou je ook kunnen zeggen van het had dus net zo goed een linkse verkiezingsoverwinning kunnen worden. En dat is niet hoe het gaat. Ik denk dat wat we de afgelopen decennia zien, in de eerste plaats waar we mee geconfronteerd worden, is een heel erg een zwakte van links. Van een links dat daadwerkelijk probeert een politiek-economisch alternatief te bieden. We hebben wel een links dat zich vooral heel constructief opstelt en dus probeert binnen de kaders van de machtsverhoudingen een beetje mee te regeren, een beetje de scherpe randjes eraf te halen, maar tegelijkertijd zich dus ook mede verantwoordelijk maakt voor allerlei bezuinigingsbeleid. Kijk bijvoorbeeld naar de afgelopen 10 jaar. De PvdA ging akkoord met de verhuurdersheffing, waarmee sociale woningbouwcorporaties werden gebruikt als melkkoe. De studiefinanciering werd afgeschaft. Onze pensioenstelsel is steeds verder geprivatiseerd. En die linkse partijen zijn daar steeds verder in meegegaan. En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat mensen ook makkelijk zich nog illusies maken over het soort van zogenaamd sociale gezicht van Wilders. Niet dat ik denk dat ze dat echt geloven, maar hij heeft die retoriek. En als links dezelfde retoriek heeft, maar dan ook die bezuinigingen steunt, is het niet heel gek dat mensen toch denken dat bij gebrek aan strijd, bij gebrek aan ervaringen dat je ook in verzet komt samen, toch denken van nou, dan stem ik maar op Wilders. Want waar is links als het gaat om mensen een perspectief bieden? Een andere grote zwakte van links is niet alleen op het economische terrein, maar ook op het punt van racisme, denk ik. Dat is ook waar we de afgelopen 20 jaar mee geconfronteerd worden. Met een ook heel erg een onwil om een beweging op te bouwen tegen racisme en extreemrechts. Bijvoorbeeld de reactie op de opkomst van Wilders, wat ook al meer dan 15 jaar geleden was, waarin partijen zoals PvdA, GroenLinks zeiden van we gaan niet de straat op tegen extreem rechts. Dit zijn collega politici, daar debatteren we tegen in de Tweede Kamer en daar gaan we niet de straat tegen op. Toen Halsema in gesprek was met Baudet een paar jaar geleden, toen wierp ze Baudet voor de voeten van waarom ga je die extreemrechtse eisen waken. En toen maakte Halsema, ik heb ook problemen met GroenLinks in Amsterdam die meedoet aan de jaarlijkse antiracisme demonstratie. Nee, dat zegt je iets over hoe delen van links kijken naar racisme en ja, het niet serieus zijn als het gaat ook over het verzet daar tegen op te bouwen. Tegenover die linkse zwaktes staat vooral ook een heel erg zelfbewust en zichzelf organiserend rechts en extreemrechts. De afgelopen 20 jaar zien we hoe ze op heel veel vlakken hun macht hebben opgebouwd. We hebben nu denk ik 5 extreemrechtse partijen in de Tweede Kamer. We hebben 2 extreemrechtse omroepen die van ons belastinggeld betaald worden, die heel bewust
racisme, discriminatie aan het normaliseren zijn. Nu bijvoorbeeld hetsen tegen Palestina-activisten voeren, hè, Wakker Nederland en Pauw Nieuws. En we hebben ondertussen ook gewoon een fascistische omroep met Ongehoord Nederland, die ook gewoon kan uitzenden. Dus allerlei manieren waarop rechts in staat is hun eigen ideeën steeds verder te normaliseren, hun gif te verspreiden en ook steeds meer invloed uit te oefenen op het publieke debat. Nu wilde ik richting een afronding. Kijk, deze ontwikkelingen die zijn al veel langer gaande. Het stelt ons als links voor grote uitdagingen om te organiseren. Deel wat we nu horen als het gaat over de formatie die gaande is van mensen die zeggen van het zal wel niet in zo'n vaart lopen, zo'n Wilders 1. Zelfs als het er komt, dan zal het wel meevallen. Ik denk dat we dat echt heel erg moeten bestrijden, want het is een heel groot gevaar. Ik denk dat hoe kort of lang het ook gaat duren, ze in staat zullen zijn instituten die zijn opgebouwd, die zijn afgedwongen door strijd, naar hun hand te zetten. Op een blijvende manier de machtsverhoudingen verder naar rechts te verschuiven. Ik denk, het betekent een directe aanval voor de positie van moslims, van vluchtelingen, van trans mensen, van heel veel onderdrukte groepen. Maar ik denk ook voor werkende mensen waar je het gif van verdeel en heers, van de zondebokpolitiek, steeds meer om zich heen zal slaan onder een kabinet geleid door Wilders. Wilders zal misschien proberen een paar symboolpunten te winnen als het gaat over sociaal beleid. Maar reken er maar op dat deze ex-VVD'er heel hard neoliberaal beleid zal voeren. Dus ik denk dat we echt moeten afrekenen met dat hele idee van het gaat wel meevallen. Ik denk dat we heel serieus moeten zijn over hoe we hier tegen gaan organiseren. Ik was heel erg bemoedigd door de protesten die de dag erna al plaatsvonden op verschillende plekken in verschillende steden. Maar dit is echt iets wat veel verder uitgebouwd moet worden. Ik ben niet blij met ook een soort van toch hele voorzichtige reactie vanuit grote delen van links, waarin wel bijeenkomsten worden belegd of demonstraties, maar die heten dan geen demonstraties, maar bijeenkomsten. Of het is heel voorzichtig. En ik denk dat wat we nodig hebben is juist een links dat heel bewust probeert de verschillende delen die van bewegingen die nu de straat op gaan, als het nou gaat over klimaat, over Palestina, antiracisme, die aan elkaar te koppelen, samen een beweging op te bouwen op straat ook. Ik denk dat we het project van Wilders ook heel erg moeten ontmaskeren. We moeten geen enkele twijfel over laten ontstaan van wat zijn agenda is. Zowel als het gaat over zijn racisme, maar ook als het gaat over sociaal-economische programma. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we naast het opbouwen van die bewegingen ook kijken van hoe we veel meer ook op de werkplek, in de vakbonden, echt proberen ook verder te organiseren. Omdat je zag dat in 2010, toen Wilders een best wel grote verkiezingsresultaat boekte, hij voerde campagne onder andere op het verlagen van de AOW-leeftijd. Binnen 24 uur na die verkiezingen liet hij dat alweer varen. Maar juist dat economische punt is wel een punt waar hij zwak staat, waar ook ons de kracht zou moeten liggen om juist ook met een gedeelte van de mensen die misschien nog op hem gestemd hebben te organiseren tegen het bezuinigingsbeleid, tegen het beleid dat een kabinet Rutte gaat, of een kabinet Wilders gaat voeren, om daar ook sociaal-economisch tegenwicht aan te bieden.